Ik wil een kort gedeelte met u lezen uit het Evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk. En ik lees vanaf het achtste vers. Het is een heel bekend gedeelte uiteraard, maar toch wel goed om het samen te lezen en tot ons te nemen. We lezen daar het volgende, ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heer. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in een doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Tot zover. Het zal je gebeuren dat je 's nachts in alle rust past op de kudde en dan ineens een geweldig groot licht aan de hemel verschijnt en een engel en daarna het gevolg van ook engelen dat hij zich bij de herders voegde met een geweldige boodschap. En ik heb het u al gezegd van het kwam niet terecht bij de groten van deze aarde. Die zouden hem ook op geen enkele wijze welkom heten. Ze zouden ook niet op reis gaan om hem te ontmoeten. Die zijn te druk met hunzelf. Ze kwamen voor de herders. En om het evangelie goed te begrijpen, moet je ook een herdershart hebben. En we weten dat Israël was ook een herdersvolk. En ook de Heer Jezus weten we van dat hij de goede herder was. En dat betekent dat hij pastoraal gezien aandacht had voor de mensen. Aandacht had voor het zwakke. Aandacht voor het gebrokene. Voor het kapotgeslagene. Waar wij vaak een beetje op neerzien. En waar de wereld eigenlijk geen boodschap aan heeft. En vooral in de dagen van nu niet. Want de liefde van velen is verkild. Ook onder de gelovigen. Helaas. En dat is een tragische ontwikkeling. Want God is liefde. En die liefde van God die liet zich zien in zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die naar deze aarde kwam. Terwijl hij wist dat zijn hele missie zou leiden tot de kruisdood van Golgotha. Maar dat was de liefde die hij had, dat hij voor u en mij stierf. En dan gaat, mag ik het zo zeggen, de hemel openen. De afstand die ze moesten overbruggen was voor hun geen probleem. Totaal niet, broeders, zusters. En dan komen ze bij de kudde, bij de herders. En ik kan me voorstellen als je dat waarneemt en je ziet dat, dat je schrikt. En dat je als het ware een heilige vrees je in bezit neemt. Je hoeft niet te spreken over angst direct, want vrees kan ook betekenen in de Bijbel dat het heilige eerbied vertegenwoordigt. En dan klinken de woorden van de engel. En het hebben we ook vaak gehoord uit de mond van de Heer Jezus. Wees niet bevreesd. En ik denk dat het ook heel duidelijk mag zijn dat die woorden ook nu nog in deze tijd klinken tot u en tot mij. Alles wat er in de wereld gebeurt, de angsten en de onzekerheid. Wees niet bevreesd. Zie omhoog. Want we weten op grond van Gods woord dat die met ons zijn, die zijn veel meer dan die tegen ons zijn. En we moeten ons dat ook realiseren. De engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.
eigenlijk een blijdschap die heel moeilijk te vatten is. Grote blijdschap. En ik denk, als je gelovig bent en je bent door Gods genade een kind van God geworden, dan heb je, als het goed is, grote blijdschap in je hart. En die blijdschap die neemt je volledig in bezit. En ik denk dat dat ook de boodschap is van vandaag en door alle eeuwen ook zo is geweest. Ik verkondig u grote blijdschap, want evangelie betekent blijde boodschap. Ik verkondig u grote blijdschap. En dat is natuurlijk ook belangrijk, en dan praat ik even over het woord verkondigen, want verkondigen betekent iets delen met de ander. God heeft ons de Heilige Geest gegeven om te verkondigen, om te getuigen, om te spreken over wat in je hart leeft. Nu, dat zal het hele volk ten deel vallen. Het hele volk wezen zal. En die blijdschap is verkondigd door de Zoon van God zelf, door zijn volgelingen. Ging iedereen daarop in? Nee, helaas niet. Maar dat wil niet zeggen dat het tekort doet aan de blijdschap. Integendeel. En ik wil u vanavond ook meegeven. Onze vreugde en onze blijdschap hangt niet af van de omstandigheden. Wat meer je soms beproeving ervaart in je leven, wat dankbaarder je kunt zijn. En dat klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar toch is dat zo. Want weet u, de Heer Jezus staat naast u. Want hij weet wat u ondergaat. Hij weet het ten diepste. Hij kent uw zitten en uw opstaan. Hij kent van ver uw gedachten. Zelfs als er nog geen woord op uw tong is, het is bij hem bekend. En hij verwijt niet. En je bent bij hem ook geen tweede keus. Mag ik het zo even zeggen? Je bent de eerste keus. In de wereld ben je vaak tweede keus. In de ogen, misschien wel van christenen, ben je misschien wel tweede keus. Dat je niet altijd geaccepteerd wordt. Maar bij God ben je eerste keus. Want hij kent je hart. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Je verkondigt je grote blijdschap. En die blijdschap die mag je delen met de mensen om je heen. Namelijk, en daar ligt dan ook de grote vreugde in het heden voor u, in de stad van David, Bethlehem, broodhuis. Hij is het levende brood wat uit de hemel is neergedaald, het manna. Waar we iedere dag van mogen eten, geestelijke manna uit de hemel neergedaald. In de stad van Juda, hij zal geprezen zijn, Ephrata's velden, vruchtbaarheid betekent dat. Daar heb je een aantal dingen tegelijk gezegd. Hij is Christus, en Christus dat is de gezalfde, de Heere. Hij is de hoogste Heer. Natuurlijk zijn naam, zijn aardse naam, dat is enkelvoud, Jezus, betekent redder. Maar Paulus noemt hem in zijn brieven en al zijn brieven, behalve een paar keer, de Heer Jezus. Want hij is de verhoogde Heer. En we hebben hem met eerbied ook te benaderen, broeders, zuster. Dit zal voor u een teken zijn. Sommige mensen vragen een teken. De Bijbel staat vol met tekens. De Bijbel staat vol met waarheden. En je kunt het opzoeken. En ik zeg, als je de Bijbel leest, en ik zeg dat herhaaldelijk, en u hoort het ook regelmatig van mij, de Bijbel is actueler dan de krant. De krant vertelt u wat er gisteren gebeurd is. De Bijbel zegt u wat er morgen gebeurt. Heel bijzonder. Hij heeft ons niet onwetend gelaten. De profeet Jesaja, de evangelist onder de profeten, heeft al voorspeld exact hoe het zou gebeuren. De geboorte van de Heer Jezus. En al die profetieën waar we vandaag de vervulling van zien. Het is allemaal geprofeteerd. Dan één op één komt het uit. Ik heb gisteren, of maandagavond liever gezegd, begonnen met een Bijbelstudie. We worden steeds meer klem gezet. De Europese Unie heeft nu bedacht dat we een CO2 budget moeten hebben. In combinatie met een digitaal paspoort en een digitale munt. En dat betekent dat onze vrijheden volkomen zoek zijn geraakt. En zo gaat het. Maar broeders, zuster, het staat allemaal opgetekend in de Bijbel in Openbaring 13. Het beest waarover gesproken wordt, de Europese Unie, die een enorme vinger in de pap heeft in het wereldgebeuren. En die staat op. En die heeft maar één doel. De mensen onderwerpen een totalitair systeem. Maar weet u, wij gaan omhoog.
Ja. En ik hoop dat u hem verwacht. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat de opname heel dichtbij is. Want alles voltrekt zich in een versneld tempo. En ik wil u dat echt op uw hart drukken. Maar er zijn mensen, ach broer, dat duurt nog wel 1000 jaar. Nou, dan heb je niet goed. Dan is uw berichtgeving niet goed. Dan moet u toch andere dingen gaan lezen. Maar de Bijbel die zegt, en dat is ook de belofte van de Jezus, dat hij zegt, zie, ik kom spoedig. En dat is eigenlijk waar we naar uit moeten zien. Maar dat zult u een teken zijn. En dat teken, hè, dat, de Bijbel nogmaals staat vol met tekenen. Dit zal u een teken zijn. En ik denk dat dat teken, de Bijbel die ons gegeven is, waar alles in staat wat God aan ons heeft willen openbaren, dat is ook heel duidelijk. En ik denk dan ook te mogen zeggen, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Nou, dat verwacht je toch. Dat verwacht je toch niet. Hè? De Zoon van God gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. Dat is toch het allereenvoudigst wat je kan bedenken, broeder, zuster. Maar hij is om u en mij wel arm geworden om ons rijk te maken in hem. Beseft u dat? Dat is het wonder van genade. Dat is heel bijzonder. Gewikkeld in doeken. En weet u, dat teken, dat was voor hun ook dat ze niet bleven op de plek waar ze zaten. Maar ze lieten de kudde achter hun. Op dat moment was voor hun het allerbelangrijkste. We gaan naar dat kind toe. En ik denk te mogen zeggen, naar u allen en ook die thuis met ons verbonden zijn, misschien op een ander moment. Misschien is deze kerst nog wel de kans die u krijgt om in contact te komen met de Zoon van God. Want het is nog de tijd van de genade. En dan wordt het bevestigd door een hemelse legermacht. Ik heb al gezegd, die met ons zijn, die zijn meerder dan die met hem zijn. Met de tegenstanders zijn. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde. En zij, ze zongen niet, wordt wel gezegd, maar ze spraken dus. Eren zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Prachtig getuigenis. Was er in die tijd vrede op aarde? Nee, Israël die verkeerde onder het juk van de Romeinen. Is er nu vrede op aarde? Nee, we verkeerden onder het juk van de Europese Commissie. We verkeren onder het juk van het World Economisch Forum. Ik kan er nog wel even mee doorgaan. En die prediken geen bevrijding, maar die prediken slavernij. Maar de Bijbel spreekt over bevrijding. Als je een Christus bent, dan is het slavenjuk verbroken. En dan ben je een kind van God geworden. En dan hoor je bij het hemels koninkrijk. Gods koninkrijk. Waar vrijheid heerst. Geen gebondenheid, maar vrijheid. En dat is het. En dan, dat nog even meenemend. Heel bijzonder. Zij hoorden. Want het geloof is uit het gehoor. Dat gehoor is door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Maar je moet niet alleen horen. Je moet ook een daad stellen. Want toen hun verteld werd waar het kindje lag. En waar ze het konden vinden. En hoe ze het konden vinden. En hoe ze het kindje zouden vinden. In welke omstandigheden. Toen gingen ze op reis. Ja. Toen gingen ze op reis. En ze gingen met haast lezen. En vonden Maria en Jozef. En het kindje liggend in de kribbe. Nou, en dan is het zo mooi. En toen ze het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend hun over dit kind, wat over hun kind verteld was. Nou, dat is nu hetgene als het evangelie je hart raakt. En je bent wederom geboren tot een levende hoop. Dan heb je maar één passie.